wordt bijna tijd om met de motor te gaan rijden weer, joh. Zo lekker is het. We zitten op het terrasje. Trouwens, even laten zien dat hier... Geer heeft hier een balkonnetje van gemaakt om de hond tegen te houden. Want die vond het gaashekje van de konijntjes leuk. Hallo. Hallo. Dag lieverd, je gaat niet zo. Je gaat niet. Zit je nou vast? Och, jeetje toch. Dat is goffie. De hele neus is vies. Moet je als een konijn lopen graven, jij. Hè? Gek hond. De vorst komt uit de grond. Kijk maar. Het wordt bagger. Bagga. Dus dat is... Moeten mijn billen erop of zo? Of, zit van alles in. Nou, het is met oud materiaal. Dit is een aanhanger geweest. De aanhanger. De mensen die mijn eerste boek hebben gelezen. Zweedse buren. Die weten van de aanhanger. Nou, dat is al van alles geweest. Plantenbak, konijnenhok. Allemaal kogelvrij. Volgens mij is dat een kogel, joh, die erin zit. Hier. Volgens mij is dat gewoon een kogel. Het is gewoon van een mafioso geweest. Maar goed. Het midden bepalen. Tressapelen. Klinkt ook nogal. Nou. Een ergonomisch verantwoord poepgat moet erin komen. Moet hij rond of moet hij... Ja, hij moet overal natuurlijk. Precies als... Dat gaan we natuurlijk wel netjes doen. Of rond, mag ook. Ik heb ronde billetjes. Zet er een nummer op. Ja. Hey, we moeten dat cirkeltje moeten we bewaren. Zo. Dat wordt een heel groot gat. Ik zou hem ietsje minder maken. Ik kan wel mikken hoor. Kijk, daar gaat de boekenbus. Zo. Wat zit je nou mijn kont te beten? Ik voelde het wel. Die heb je zelf een passer gemaakt. Nou, dat is wel een heel... Op... een heel... optimistisch gaatje. Nou, moet lukken. Ja? Oh, die is groter. Nou, als ik heel veel gegeten heb, dan gaat het er net doorheen. Een paar centimeter groter. Ja, doe maar een paar centimetertjes groter. Dat is een beetje overdreven. Zoiets. Lachen je al die passer? Ik zal even meelopen, want ze staat in de weg. Hoe ziet die bovenkant eruit van die passer? Maar stil, hè? Ja, simpel. En effectief. En effectief. Kijk, en de potlood van mij. Ja. En een tuinripje en een spijker. Nou. Wat wil je nog meer? Dure passer. Malle Pietje. Nou. Bosplay in wording. Met een kogelgat. Zet je daar je glaasje bier op? Nou, ik niet, hè? Linker business. Oké, tot waar was dat gat. Dat nu de poot. Nu de poot. Right. Bosplay. Gaan jullie me al een beetje begrijpen? Ik denk het wel. Ik wil jullie uitdagen om een eigen ontwerp te maken voor een bosplay. Kom maar op met die tekeningen. Is dat 40 centimeter? Nou, het is... 36, dan komt die 2 centimeter erbij. Oh ja, perfect. Perfect. Dit gaat natuurlijk niet, want dat klapt niet lekker dicht. Het moet zo dicht klappen. Het wordt dus een opvouwplay, hè? Dat begrijpen jullie nu al. Dus als ik nou
De dikte van deze plank, van deze afzaag, en dan heb ik hier een strook. En die strook die maak ik hier aan vast. En dan krijg ik hier mijn scharniertjes op die strook. Dan valt hij weer keurig in zijn plat eroverheen. En dan zijn dat weer even groot, dan moet ik ze alle twee even dik maken. Ik wil wel een roze wc-bril. Nou, kan. Ik heb mijn roze spuiters. Weet ik waar, weet ik nog niet. Ah, ik heb wel rode verf. Ik kan wel een rode wc-bril maken. Kijk nou eens, zelfde maat. Poot, hè? En dan gaan we dus van de ene, gaan we dus de dikte van de al. Deze dikte gaan we hier vanaf halen. Dus dit is 18 mm. 18 mm. Het is wat. Plus groef. Die doen we zo. En dan komt hij zo. Ah, zeg. Geweldig. Kijk, nou maken we het van heel dik en zwaar bouwplaat, omdat we dat gewoon hebben liggen. Maar dit kun je natuurlijk gewoon van ander materiaal maken. Je moet in ieder geval zorgen dat je sterke scharnieren hebt en dat je die pootjes kan fixeren, zodat ze niet inklappen als je erop zit. We gaan die, is dat het latje vastgoed? Yep. Kun je daar natuurlijk ook een standaard op maken met een paraplu erboven. En dan kun je altijd nog een gordijntje aan hangen, zodat je privaat zit. Dan komen misschien alleen maar je voeten eronder uit. Maar vind ik een beetje overdreven. Het verhaal Bos Play Side Table vind ik ook een beetje onsmakelijk. Dus ik denk niet dat wij dat gaan doen. Maar... hij is grappig. Voorborging. Ik heb meer schenieren. Ik heb het enige, ik heb niet de echt goede schenieren. Het mooiste is als je piano schenieren hebt, maar die heb ik op het moment niet. Dus we doen het eventjes voor de vorm. Even, maar dan weten we allemaal de bedoeling. Oké, maar ga je het maar met eentje doen? Is dat stabiel genoeg? Met eentje doe ik het nu, ja, want hij komt hier toch en dan moeten we kijken hoe we gaan fixeren die poot. Maar je normaal doe je dus gewoon twee scharnieren, om allebei de als kanten. Als het best is met een stukje piano scharnieren, dat is goed. Maar ja, aangezien je dat nog niet hebt, doen we het even hiermee. Nee. Zo. Aha. Vasthouden. Goed, dat is aan. Oh, de komende schroefjes komen er door. Ja, hier ook. Dus we moeten straks eventjes met de sluitrol weghalen, want anders... Hier ook. Dat zit niet lekker. Dan zou je zeggen, ja, waarom heb je dat nou nodig? Maar kijk, wij zijn wildkampeerders. Al jaren zijn we dat, hebben we dat gedaan. Gefietst en wild gekampeerd. En gesurvivald. En ik vind plassen in de natuur helemaal niet erg. Maar poepen... Thank you.
proefjes. Jaha. Je kan nog afwasstijl in hangen. Ja. Nee, nog een aanrecht ook. Nou, zie hier het basisontwerp van de bosplay. Hij is nog... Nou, Geer, krijg je al aandrang? Hij is goede hoogte, denk ik. Het is een wc-hoogte. Het is een wc-hoogte, 40 centimeter, precies. Ietsje, nou, iets verzinnen waardoor we hem stabieler maken. Oké, een idee. Ik had mijn vinger weer op het gaatje. Dit is een fijn cameraatje, maar de microfoon zit op een heel vervelend plekje. Precies daar waar je hem vast wil houden. Daar hebben ze niet over nagedacht. Ik kan hem dichtklappen en dan gaat het misschien wel. Nee. Helaas. Ja, zo. Zit ie? Ja, maar ik moet niet over de bodem heen natuurlijk. Zo. En dan moet hij dus haaks of ietsje naar buiten? Mag iets naar buiten, maar ik moet even een groene boordje halen. Dat is mooi stevig. De tweede. Naar de andere. Of. Ja, dan moeten we hem nog even in kamerkleuren doen. Leuk is natuurlijk als je dit gewoon maakt met spullen die je hebt. Als je tenminste net zo'n voorraad hebt als wij hier. Oude troep. Nou, dit voelt redelijk sturdy aan. Kijk, dat wordt een keer. Oké. Nou. Ga er even op zitten, zou ik zeggen. Je verzekering betaald? Hoe voelt dat? Hij zit stevig. Hij zit stevig. Nou, perfect. En nou nog iets waardoor dat ronde ding erin blijft zitten. Kun je hem als tafeltje gebruiken. Je kan hem zo klein mogelijk maken. Je kan natuurlijk dit ook doen met alleen een wc-bril. Zoals die gasten van Top Gear, dat die hadden een wc-bril aan de trekhaak gemaakt. Zodat je dus ook gewoon in de natuur kon poepen. Vonden we wel hele slimme. Maar dit is het basisidee. De bosplay. Nou, laat maar zien tafel. In de commentaren. Hè? Alle tafel. Ah, ja. Ja, alleen als je niet morst. Want anders hoef ik hem niet meer als tafel. Nou, dan kun je natuurlijk gewoon een gaatje graven met een scheppie. En dat laten dicht houden. Dan belast je de natuur ook niet.
Zo, nou en als je klaar bent met poepen. 1. Hopla. Hoi. Dat is het project Bosplay. Kom maar met jullie eigen ideeën. Ik ben hem aan het spuiten. Ja, ik weet het, druipers. Kamer rood. Ik laat hem nog wel zien als hij helemaal klaar is.